Want de categorie nieuwelingen genoemd in de nationale competitie. Natuurlijk ga ik ze ook weer aan u voorstellen, dames en heren. Voor fietscrossclub Stansenhorn staat aan het startdek Koen van der Wijst. Voor fietscrossclub Apeldoorn, Elwin Remmerts. Voor de BMX Greenhoppers, Jesse Peskers. Voor fietscrossvereniging Veldhoven, Jelle van der Spijker. Voor FC Unitas Assen, Wesley Ties. Voor Apeldoorn, Quinn Jansen. Voor RTC Noord, Nick Geerling. En last but not least, voor TV Esports en RTC Noord, Justin Gibbon. Succes, man. Een compleet Nederlands veld in de categorie Boys 15-16 jaar met een goede start daar voor Nick Kimman. Kimman naar de binnenkant, inderdaad is er heel goed vertrokken hoor. Kimman neemt uit de lijn, hij neemt het zo van de hoogte. Hij komt tot als eerste de bocht uit, maar wordt wel een, wordt wel gevolgd door de man met nummer 210. Het is eventjes een spieker, nummer 212 moet ik zeggen natuurlijk. Nick Geerling, RTC Noord ook, hij zit er goed bij. En nu niet als Assen, Wesley Ties op die derde plaats. En daarachter op plaats nummer 4 is het de Greenhopper. De BMX Greenhopper uit Groenlo. Peskers zit er ook nog goed bij, maar Van der Wijs komt daar voorbij. Van der Wijs neemt die vierde plaats over van Peskers. Aan de leiding van 6 Kimman, komt daar de aanval. Komt daar de aanval van Nick Geerling.